Inmiddels loopt er in Rotterdam alweer een nieuw project. De wijk Lombardije, waar de inbraakcijfers bovengemiddeld hoog zijn, is aangewezen als testgebied voor de inbraakvrije wijk. Daar wordt geëxperimenteerd met lantaarnpalen die propvol moderne technologie zijn gestopt. Dit is waar we de armaturen met de sensoren uitproberen. Nou, we zien er hier eentje van, hij staat aan. En zo verzamelen we de gegevens. We hebben totaal 12 armaturen, waarvan er 6 voorzien zijn van dit soort hoedjes en 3 met geluidsregistratie. De microfoons op de lantaarnpalen detecteren geluid, bijvoorbeeld van brekend glas als er ingebroken wordt. De sensoren in de lantaarnpalen registreren hoe de voorbijgangers lopen. Hier zien we een set van looppatronen in een 3D-boxje. En wat we hier zien, dat zijn normale looppatronen. Maar we zien ook een aantal afwijkende looppatronen. Hier zien we er één en we zien er daar één. En dat zou kunnen duiden op afwijkend gedrag en misschien zelfs dus ook gedrag van een inbreker die daar staat en waarbij iemand anders op de uitkijk staat. Het zijn heel sterk afwijkende patronen en die zijn eruit te halen. Het experiment van de inbraakvrije wijk valt direct onder verantwoordelijkheid van burgemeester Abu Taleb. Nou, we hebben sowieso dat de gemeente over onze schouder meekijkt, de politie kijkt over onze schouder mee, justitie kijkt over onze schouder mee en er zijn een hele trits juristen die meekijken of wat wij doen of dat wel door de beugel kan en terecht. Maar het is wel een van die voorbeelden waarmee de burgemeester laat zien van ik zoek wel de randen op voor wat kan, want als het om veiligheid gaat is me dat heel veel waard. Want privacy is heel belangrijk. Maar wat heb je aan privacy als je onveilig voelt? Het ministerie van Binnenlandse Zaken is bezig met een landelijk register van camera's en andere sensoren die worden gebruikt in de gemeente. Het ministerie verwacht dat het nog enkele jaren duurt tot dat systeem rond is.